ging het vet goed. Wij gingen laatst voetballen voor de lol. Toen schoot jij een bal in de kruising. Het ging toen op Instagram had ik dat gezet. Nou, natuurlijk, alle comments al. Je vriendin kan beter voetballen dan jij. En daar hebben jullie ook volkomen compleet gelijk in. De bankzitters memes ontstonden ook alweer. Een aantal. Dat jij beter kan voetballen dan de meeste bankzitters. Wat ook gewoon een kern van waarheid heeft. Maar Schanti, vandaag dus ons eerste voetbalvideo en het is een speciale, want het kan zijn dat als deze video online komt, of doordat deze video online komt, dat ik de 300.000 abonnees heb. Dat is één groot feestje. Mannen, wat als ik nu 300.000 subs heb? Kaal, Mattie kaal. Ja, Mattie kaal, Mattie kaal. Mattie, je hoort het, als ik 300k subs heb, moet jij kaal. Niks aan te doen. Nee, we gaan sowieso super vette dingen doen op vakantie met de bankzitters. Ja, ik ben niet uitgenodigd. Nee, ja, sorry man. Ja, vervelend man. Maar ja, wat happens in Benidorm? Steeds in Benidorm. Ja. Ik vraag even of ze een blauw duimpje willen doen. Als met vol enthousiasme. Voordat we beginnen, kan het echt. Moet je met overtuiging, je moet doorpakken. Voordat we echt gaan voetballen, vergeet niet om dat blauwe duimpje achter te laten en om te abonneren. Want jij kan dus de 300.000ste sub zijn. Als je daarvoor al bent, dan ben je eigenlijk veel meer waardevoller voor mij. Dus ja, doe daar even snel voordat het gebeurt. Dankjewel. Wij gaan vandaag een aantal voetbalchallenges doen. Een voetbalvideo tegen mijn vriendin. Om te kijken of je echt daadwerkelijk beter bent dan ik. Sowieso. Ik ga me niet inhouden. Ik ga je helemaal kapot maken. En dan vanavond nog een keer. Zo ben ik helemaal niet. Ik weet niet waarom ik dat zeg. Ja, beetje nasty. Maar we gaan als eerst eventjes kijken hoe hard jij kan schieten. Je hebt een flink schot in de poten. Flink schot. En dat doen we met de Just Football app. Die kun jij nog steeds downloaden via de link in de beschrijving. Daar hebben Robbie en ik al een paar video's mee gemaakt. Je kan onder andere ook kijken hoe hard je kan schieten met de app. Dat gaan we even doen. En daarnaast kun je allemaal challenges doen. Maar goed, toch wil ik eventjes laten zien wat voor een powervrouw ik in huis heb. Hey. Hey, hallo. Het is voor kinderen, hè? Het is voor kinderen. Mijn team, ja, ik heb al eventjes gespeeld natuurlijk een paar dingen. Dus dat is heel erg lekker al. Mijn kaart is heel slecht, 71. Dus ik hoop nu eigenlijk met wat challenges tegen jou het te verbeteren. Het eerste wat wij gaan doen is even kijken hoe snel jij kan schieten. Zodat mensen kunnen zien dat we hier niet met een amateur te maken hebben. Nee, de poten zijn niet voor niks, hoor. Ik ben linksbenig, jij bent rechtsbenig. Het is een 11 tegen 11 doel. En ik moet als eerst schieten. Nou ja. Gaan we dan? Oké. Okay. Yes. Zeg het maar. Ja. Ja? Flink over. Maar wel hard toch? Oh, met dikke vette vinger. 91! 91! Dat kan wel dat kloppen. Zo hard schoot ik vorige keer ook wel. Oh, die is hard. Dat moet wel je hardste zijn. 74. Was dat zoveel zachter dan jouw 90? Ik denk het. Hey Huts! We gaan nog meer challenges doen met de app. Crossbar challenge. Who can hit the crossbar the most times? 5 pogingen. PP. Heb ik iets meer ervaring mee met al die video's? Cool. Maar cool hè? Cool, heel gaaf. Heel gaaf. Ja, wat stoer. Wat stoer, oké. Okay. Zelf voor respect, oké. Neem je tijd. Niet te gehaast. Rustig aan. Okay. Dit is de lat. Sorry. 5 schoten om 1 keer op de lat te schieten, dan is het gelijk. Dus moet wel goed komen. Iets meer ervaring mee met al die video's. Gelukkig hebben jullie iets meer ervaring. Oké, het staat nu 1-1 met speed shooting en de crossbar challenge. De volgende challenge dan. Weak-footed penalties. Take penalties with your weak foot with the opponent in the net. Take turns and see who can score the most penalties. Penalties met je verkeerde been. Nou, heb ik een heel goed verkeerde been. Ik niet zo. Hoe zou jij je linkerbeen omschrijven? Kwarktaartje. Een kwarktaartje, lekker. Met je verkeerde been penalties nemen. Dit is oneerlijk. Hoezo is het oneerlijk? Jarenlange ervaring met mijn chocoladebeen. Deze heb ik. Oh. Je moet wel bewegen, zeg maar. Ja, maar je moet het niet weer daar. Je moet een kant kiezen. Ja. Ik ga naar het midden, want die... Kijk. Prima. 3 van de 5, prima. Jij moet hem met je linker. Okay. Met je link. Ze roelen het in de pan gehakt. Ik vraag me af of ik nu ook moet gaan kiezen voor een kant, zeg maar. Ja? Ja. Ik
kut, sorry. Je zit er goed in. Kom op, FC Leaky. Hè, zit kooi per kooi. Kijk, deze gun ik hem omdat ik het gewoon een beetje zielig vind. Kan gebeuren. Je hebt één keer gescoord, maar we doen wel twee. Er zijn misschien meer punten. Ah. Beetje toveren. Ik heb 3 gescoord. Finish challenge. Ik ben de winner. Winner, winner, chicken dinner. Full touch challenge. Let the opponent in the net throw the ball to you and score with your second touch. Dus aannemen, schieten. Okay. Ja, we dat doen? Ja. Saliki has requested to join. Dan gaan we beginnen. 5 pogingen. Right. Niet. Ja, fuck dat. Kom dan. Mag ook uitkomen. Oh, dit hoop ik al. Hoppa. Zo lucky. Hoppa. Zo lucky. Ja. Girl. Ah, normaal kijk je altijd waar je heen schiet. Nu kijk je hierheen, dus ik denk ik gok. Maar ja. Oh, je hakt het door. Je mag hem wel binnen de 16 aannemen, denk ik ook wel. Ah, nee! Yeah! Yes! Oh, missed it! Okay. Yes! Dat heb ik niet verwacht. Laatste poging. Oké, okay, we hebben nu allebei 3 gescoord. Dus dat is gelijk. Dus degene die nu als eerste op de lat schiet, die krijgt het 4e punt dat hij gewonnen heeft. Maar dat we wel allebei nog XP krijgen. Ja, oké. Okay. Ja, okay. Yes, take that, Ashley Groeley! Yeah! Yes! Ik had dit. Nou, 2-2! Yeah. Yes. Oké, okay, schat. Ja. Het staat 2-2, omdat je die laatste challenge op het nippertje won. Weet je, een fantastisch afstandsschot op de lat. Ja, was echt goed. Beetje toveren dit, hè? Nee, nee, nee. Het is talent. Okay. Laatste challenge, gaan we de eerste challenge doen die er staat, tenzij we al gehad hebben. Ja. In the net, shoot the ball into the net without hitting the ground. Back further from the goal until only one player alone makes it. Who can win the most rounds? Ze moeten elke keer vanaf een afstand schieten, zonder dat de bal de grond raakt, en dan moet hij in het doel gaan. Ja. En dan wie het langst volhoudt. Oké. Okay. Goed hoor, wat knap. Zo. Hij is gek hoor. Hij is gek. Yeah. Hey. Lekker hoor. Oh, goed zeg! Woe! Ja, latje. Latje red, net op de lat. Deze voor mijn moeder. Deze voor je moeder. Ja man. Klaar denk ik. Zal ze blij mee zijn. Ik denk dat het klaar is. Hé, hey, gewonnen! Hey. Goed zo, hé. Ik heb een slechte daddy? Kiezer. Hoe is je daddy? Jij wordt heel bedankt voor het kijken. Vergeet niet een blauw duimpje achter te laten. Ik heb de challenge gewonnen. Huppakee. Vergeet Lieke niet te volgen op Instagram. Yes. De link staat in de bio. Bijna 10.000. 10.000. Dan kan je elke keer zeggen swipen. Ik swipe. Swipen. Hey, swipen. Ja. Abonneren kan ook op mijn kanaal. Bijna 300.000 of al 300.000. Dankjewel daarvoor. Komt binnenkort komen allemaal leuke dingen aan. Just Football staat ook in de beschrijving. Download het. Zorg dat je beter wordt dan wij. Wanneer komt nou de sextape?